Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. Het is Mario Pina's voor Su-Vandaag. Klik op de link, abonneren en abonneer. Het is maar politiek. De derde dag van de betoging. Durf u niet te praten? Hebt u de intro? Vergeet niet te klikken op abonneren en abonneren. Ik heb moeite, als je iemand het bedoelt, want ik heb moeite met volksverlakkerij. Ik ben nu bij de meneer Makkoe en hij zal ook even wat uiteenzettingen doen van hoe hij de dingen ziet en wat er aan de hand is. Meneer Makkoe, vertel me, wat is eigenlijk aan de hand en waarom is deze demonstratie weer nodig? Elke demonstratie is eigenlijk nodig. Laat me eerst alvast even groeten. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Iedereen die dus kijkt, volgt en zich ook betrokken voelt met Suriname via dit kanaal. Makkoe groeten ieder. En alle Surinamers in binnen- en buitenland. En ook al de andere mensen, ook al bent u geen Surinamer. Makkoe groet. En net wat ik daarnet al eerder zei, is dat wij gewoon elke rechtgeaarde Surinamer die zijn of haar hart op de juiste plek heeft, die weet, die ziet, die voelt, die ervaart dat anekobo. Suriname verdient gewoon anders. Suriname verdient beter. En ik heb met de overige Surinamers die dus weten dat het niet goed gaat, ongeacht ras, kleur, geloof, politieke overtuiging, whatever. Ja, want dit gaat dwars door alles. Zien we met z'n alles dat het niet goed gaat. We moeten gewoon even heel eerlijk zijn. Toch? Mensen hadden zoveel beloofd toen ze in de oppositiebanken zaten. Maar vanaf de maand kon ze doen. Dan was het aan we zien. We zien zelfverrijking. We zien dictatuur. We zien enorme prijsstijgingen die totaal niet worden uitgelegd aan het volk. Het enige wat het volk te horen kreeg, ja, wij zijn het niet, het is de vorige regering. Ik bedoel, hoe hoop je het zo naast aan dat nog? Snapt u? Ja, ik heb een vraag. Mm-hmm. Mensen zeggen ook van, er zijn zoveel demonstraties gehouden. Ja. En ondanks dat is er weinig verandering en zo. Ja, dat is waar. Omdat ik altijd ook zeg, dit volk moet wakker geschud worden. Toch? En dan weet ik, je weet wanneer ik de dingen zeg, dan weet ik dat niet ieder daarvan gaat horen, maar ik hoor van om de waarheid te spreken. Mensen hebben zich laten omkopen. Mensen wisten vaak ook niet beter. Ze hebben zich laten pakken door de leugens van de toenmalige oppositie, die nu dus de coalitie vormt. Mensen hebben zich laten pakken met gladgestreken gezichten en allerlei dingen. En vandaag aan de dag, dan moet je kijken, dan stuurt men de politie af op mensen, dan is het Gestapo-politiek, dan is het dat men komt zelfs aan de persvrijheid van u als lid van de pers, u als programmamaker, u als gewoon de vrije pers die zijn ding moet kunnen doen. Toch? We zien hoe vaak er de bevolking geïntimideerd wordt. Ja, want dit is gewoon intimidatie, chantage. Meneer, weet u hoeveel mensen de mond wordt gesnoerd om hun mening te geven, omdat men dus in dienst is van de overheid, omdat men in dienst is bij een of ander bedrijf dat gelieerd is aan deze regering, toch? Als je bij een regeringsgezind bedrijf werkt, meneer, mag je niet eens over de politiek praten, hoe slecht het ook gaat, hoe slecht je baas je ook betaalt. Snapt u? Als je op een ministerie zit tegenwoordig, meneer, mag je het beleid van een regering niet afkraken? Wel, ik zeg het elke dag, wij moeten anders gaan denken, want hoe ik hier ben, eerlijkheidshalve ga ik dat altijd blijven doen. Als deze regering een keertje ook iets goeds doet, dan gaat het ook gewoon gezegd worden. Maar wanneer je niks goeds doet, meneer, toch, kijkt u hier bijvoorbeeld, ziet u? Ja toch? Alsof er een stelletje criminelen hier staan. Dat is het beleid dat nu gevoerd wordt door de minister van Juspol. Dat hij de vele berovingen en de vele diefstallen laat onderzoeken door de verschillende teams. Dat doet hij niet, maar je moet kijken. Toch? Zodra je een bus of een of ander een moezo pick-up ziet langs de rij, daar is het. Zijn er de gespecialiseerde eenheden van de politie en zo. En nogmaals, ik geef niet af op de politie. Ze moeten hun werk doen. Ze krijgen opdrachten. Ik geef alleen maar aan hoe bekrompen het beleid op Juspol is.
waar. Want hebben wij Surinamers niet meer het recht om te protesteren, om op te komen? Meneer, al zou één persoon hier staan. Want er is ook iets wat we doen, hè. Afkraken. Dus in plaats van dat we ons voor focus leggen als volk op de problemen die er zijn in dit land, leggen we op onze focus op, ja, maar er waren 30 mensen. Dus bepaalde mensen van de pers hier in dit land, ik neem ze niet kwalijk, want ik weet ook dat velen zich niet hebben laten omkopen zoals u. Maar ik weet ook dat er ontzettend veel zijn die zich wel hebben laten omkopen. Gelooft u me, daarom gaat u ze hier nooit zien. Bepaalde mensen. En je hebt weer bepaalde mensen die komen als persmensen, maar ze hebben weer een andere politieke agenda. Als u soms, weet je, een goed verstaander heeft, maar haar woord nodig. Toch? Wanneer je naar de vraagstelling luistert, dan weet je al waar zo iemand staat. Dus in plaats van dat men gewoon eerlijk en objectief bezig is, vragen stelt, je mag kritisch zijn, altijd. Maar wanneer ik die felle kritiek die mensen nu hebben op de Surinamers die opkomen tegen het beleid, dat niet goed is, dan moet je kijken hoe men bezig wil zijn om die mensen af te kraken. Men gaat kijken naar jouw verleden en weet ik veel, alsof mensen beter zijn en allerlei geweldige dingen. Laten wij, alsof men het niet voelt, hè? Want wanneer ze klaar zijn, wanneer ze naar huis gaan, gaan ze dat brood ook 30 SRW kopen. Dat pak je melk ook 27,50, net als hoe ik het moet kopen. Toch? Ja, die benzine is nu weer verhoogd. Diezelfde prijs ga jij aan de pomp betalen, net als Makkoe. Maar wanneer mensen opkomen, hun hart op de juiste plek hebben voor dit land en volk. Ja, en daarom weet ik geloof ook erin dat Suriname wakker gaat worden. Want dit wat nu gebeurt, kan niet. Oké, dus u zegt dus dat de enige manier om de problemen op te lossen, dat mensen massaal op straat gaan en gaan protesteren. Of zijn er, is er ook een andere optie? Ja, er zijn ook andere opties. Het volk moet ook gaan beseffen. Want protesteren is één, maar weet je wat men doet? Men moet gericht protesteren. Men moet de assembleeleden die wij mandaat hebben gegeven, wij moeten dat mandaat weer terug eisen. Dat is wat wij moeten doen. Wij moeten echt, het volk moet gewoon massaal. En daar roepen mensen niet op tot calamiteiten, want dat is ook iets dat men doet, hè. De pers verdraait woorden die je uit. Meneer, gelooft u me, dus allerlei zinsconstructies bedenkt men, alleen maar om jou in een kwaad daglicht te stellen, zodat de justitiële autoriteiten, het OM en zo, stof moeten hebben om jou aan te komen houden, alles erin, want men wil jou de mond snoeren. Meneer, het is gewoon vreselijk wat er gebeurt. Vandaar dat ik mensen oproep van, maak gebruik van jouw recht. Ja? En kom, je hoeft niet onder geen enkele organisatie te komen. Weet u wat ik elke dag zeg? Alle organisaties die zo bezig zijn, vanuit een eerlijk hart, om op te komen tegen het onrecht dat dit volk en dit land vooral wordt aangedaan, we moeten gaan bundelen. Het moet geen strijd zijn van, ik moet het voortouw hebben. En iets dat ik zoveel keer heb gezegd, liba pistor dat die bondroe kon wang, dat we moxie vormen, big eenheid, go actie, nationale assemblee, verantwoord hoeft de sansa ermee doen. Want geloof me, kijk hoeveel, en dat zijn gewoon coalitie en oppositie. Oppositie en coalitie, ik sluit niemand uit. Ja? Die zijn allemaal debet aan de situatie die zich nu voordoet. Ja? Omdat ik vind dat wij dit volk niet zo kunnen pijnigen. Dit volk niet zo kunnen kleineren. Meneer Mama Sernang, daar hart bloedt. Mensen doen nu alsof het ze niks kan schelen. Maar ik geloof wel dat er meer is tussen hemel en aarde. En wie het weet, die weet het. Toch? Wanneer datgene dat tussen hemel en aarde is, zijn tol gaat eisen, dan gaat men vinden van dat men dingen met zeven. Nou, we weten allemaal dat dit land ook niet gewoon genomen is. Dit land is gewoon overgenomen met duistere machten. En vandaar dat er zoveel misgaat. Kijk hoe er zo'n grote vertrouwenscrisis is tussen deze mannen. Ik zeg het altijd, de roko na den srevi. Maar brief mimi lobby brada, de no lop den srevi. Omdat iedereen bezig is met een politieke graaierij. Suriname is nu gewoon een politieke grabbelton geworden voor bepaalde gasten. Het is na mij de zondvloed. Kom tek samman teki, kom mek samima meki. Kom je zet Samima City en daarna is het wegwezen. Want gelooft u me, wanneer deze regering niet meer aan de macht is, ja,
gaat driekwart van deze gasten, gaan het land verlaten. Ik zeg het u. Okay. Ik heb nog een vraag. Wat is de reden dat er dan op dit moment eigenlijk heel weinig animo is getoond om te komen? Dat is wat ik zei, kijk. Mensen worden bedreigd. Mensen worden geïntimideerd. U weet, iemand die op leiding woont en een bus moet betalen of als er misschien geen vervoer daar is, een taxi moet betalen. Dan weet u hoe dat al zit. En weet u wat het grootste probleem is? En dat ga ik gewoon zeggen. Mensen hebben voor de verkiezingen, men heeft geld aangeboden aan de mensen, maar ze hadden het moeilijk. Nou, nu hebben ze het moeilijker. Destijds had men niet zo ver gekeken. De mensen hadden het moeilijk, dus de mensen hebben gebruik gemaakt. We kennen die taferelen toch? Verkoop je stemkaart voor me. Op de dag van de verkiezing werk voor partij X, maar stem toch voor partij A. Snapt u? En kijk, 300 US of 300 euro of 500 US of 500 euro is hier. We kennen die taferelen. Men heeft alles en iedereen omgekocht. Ja, zelfs binnen het overheidsapparaat. Maar gelooft u me, men heeft echt waar. Ja, niemand, dus nu kun je gewoon niemand vertrouwen omdat deze mannen, alleen maar om aan de macht te komen, heeft men met geld gestrooid. U kent die zaken nog als plotseling kon alles, toch? Kijkt u de koers. Meneer, hoe ga je de koers beteugelen nu je aan de macht bent, terwijl jij zelf hebt eigenlijk, je hebt de openingen gecreëerd, je hebt mensen opgejut om de koers omhoog te brengen tijdens de vorige regering, toch? Ja. Denk jij dat die mannen die nu zien hoeveel geld ze meer verdienen, nu bereid zijn die koers terug te brengen? Ja, dus al die waas die men het volk denkt, met de nadruk op denkt voor te houden, het spat op een gegeven moment in hun gezicht weer als ze zien bel. Oké, dus dat is eigenlijk de reden. Dat is de reden waarom de mensen die komen. Mensen schamen zich. Hoe moet ik het gewoon zeggen? Mensen schamen zich. One min of partij X, maar ik stem. Ik weet voor mezelf totdat ik stem die partij Y. En weet u wat ook een hele negatieve uitwerking heeft? Deze regering heeft ontzettend veel mensen in dienst op Facebook en andere social media kanalen om fake news te verspreiden. Dus zogenaamd gaan dingen goed. Meneer, gaat u nu kijken naar daar bij Suzanne Asdaal? Gaat u daar kijken? Gaat u kijken als daar mensen zijn? Ja, oma, kom jullie ook erbij? Ook een film? Ja, toch? Gaat u kijken bij Suzanne Asdaal als er activiteiten daar plaatsvinden, waar men die grote geweldige poort gaat. Dus men is alleen maar bezig openlijk zand te strooien in de ogen van het volk. En de man is morgen erg, want alle politici hebben het best wel gedaan. Maar de man die ziet, one deel is haar volk, eye open en de rest is strooia santi. Dat is wat men doet. En dat moet gaan ophouden, meneer. En de situatie met Mark Rutte, wat vindt u daarvan? Dat hij nu naar Suriname komt? Persoonlijk vind ik dat het dat nu niet het moment is. Wie ben ik om te zeggen dat hij niet mag komen? Maar ik vind van, je gaat een krans leggen bij Bastion Vera hier, Fort Zeelandia. Oh, what about Kwaku? Want zogenaamd ga je toch bezig zijn met reparatie van slavernijverleden en weet ik wat al meer. Meneer, als je het werkelijk meent dat de slavernij niet goed geweest is, dan moet je daar gaan, Kwaku. Meneer Abaisa is in de jaren 74 toch ook doodgeschoten daar, terwijl hij bezig was te protesteren. Hij was een vakbondsleider, hij was geen crimineel. What about die meneer? Meneer, de 100 zoveel militairen. Toch? Gravenbergstraat daar. Er staat toch een monument daar. Ja? In de schutting van de Memerboku-kazerne. Die vuile oorlog die Nederland heeft helpen financieren. Trouwens helpen. Zij waren de motor erachter. Toch? Want destijds moest en zou het militair gezag plaatsmaken weer voor die marionetten van Nederland. Toch? Die bezig waren hier om weer over te nemen. Want dat is het hele punt geweest. Ja, Nederland weet dat zij toch blij waren met Boutersen toen hij het land had overgenomen. Toch? Dezezelfde VAP stond als de eerste kip, de eerste politieke kip, CQ-partij in de rij, om te werken met Boutersen, toch? Met het militair gezag toen, met de militairen toen, met de coupplegers. Want vandaag Sandra zijn ze coupplegers, toch? En what about vandaag aan de dag? Vandaag aan de dag is doet men alsof de VAP zo een goede partij is en ze hebben altijd gestaan voor land en volk. Is niet waar. Ik zeg het gewoon ronduit. Wat heeft de VAP in hun 73-jarig bestaan gedaan
militair opbouw van land en volk. Het was altijd zelfopbouw. Zelfverrijking. Ik. En dat zien wij nu weer. Waarom heeft wij een voorzitter van hun eigen partij, meester Jagernat Lachmon, die toch een heel andere leider was. Al was ik niet altijd eens met hem, maar hij was toch een ander soortig leider dan wat wij nu zien. Toch? Hij zal ook wel meerdere keren in zijn graf draaien of in zijn as draaien of waar dan ook. Gelooft u me? Toch? Want wat er nu gebeurt, is niet wat hij graag had gewild. Want hij was toch wel een ander soortig leider. Toch? Meneer, mensen werken nu vanuit een machtspositie naar het volk toe. Akonde die ze draaien vanuit macht. Met macht bereik je niks anders dan dat het weer als een bal terug gaat kaatsen. Een bal die tegen de muur. Want men zegt altijd wie kaatsen moet de bal verwachten. Toch? Mensen mogen nu niet praten, maar vergeet president Santoki dat hij de hele dag, overal, was hij bezig de vorige regering, en zeker weten de vorige president, neer te halen. In Suriname, maar nog meer in Nederland. Want hij ging toch elke dag bijna alsof hij alleen 7 nam richting Nederland. Toch? Meneer, kijkt u, ik blijf het elke dag zeggen, kijkt u, sedert hij is komen aanzetten als regering. Hoeveel drugs, kijkt u, tot de afgelopen week is er weer een grote partij van 1100 kilo gevonden. En heel snel is alles verbrand en men werkt zogenaamd zo efficiënt. Meneer, is mijn mening, ik geloof er niks in. Want ik weet, wanneer men 1100 zogenaamd heeft gevonden, daar is 11.000 wel weggegaan hoor. Ja, want men denkt dat men niet weet. En daarom vind ik het zo jammer dat meneer Rutte wil doen alsof al deze zaken niet bekend zijn bij Politiek Den Haag. Oh, alleen de zaken die misgingen tijdens het vorige bewind, tijdens de vorige president. Wanneer de NDP aan de macht is, om het concreet te zeggen, dan is Nederland Politiek Den Haag wel geïnteresseerd. Want ik zeg altijd, we moeten de fout niet maken om te zeggen Nederland. Want als je zegt Nederland, ik heb ook familie daar. Toch? Ik heb ook kennissen daar. Ik heb ook dierbaren daar. Toch? We moeten echt spreken over Politiek Den Haag. Want zij zijn bezig nog steeds een bepaalde agenda op na te houden. Alsof Suriname nog hun kolonie is. En daarom, meneer Rutte komt niet omdat hij het goed wil maken met de Surinaamse samenleving. Hij komt om de olievoorraden en de gasvoorraden via Shell hun onderneming veilig te stellen. En alle andere mineralen, want meneer, hoe weet je, Suriname krioelt van verschillende mineralen. Sankamik, Akondrizi, Goedoekvalk. Maar de politiek, de achterlijke politiek voering, houdt ons achter. En daarom dat ik alle partijen, ja, en als eerste noem ik mijn partij waar ik vandaan kom. Want iedereen weet het, Makkoe. Na Anouayudas. Ja, ik ben NDP'er, maar wanneer ik nu hier sta, meneer, dan sta ik hier als Surinamer tot u te praten. Want ik weet, net als hoe Rutte dat ook weet, net als hoe meneer Boutersen ook weet, dat er fouten zijn gemaakt. En wanneer worden er geen fouten gemaakt, meneer? Alleen wanneer je niet werkt. Maar weet u wat mannentaal is? Wanneer jij toegeeft dat er fouten zijn gemaakt en dat jij eraan zal werken, zoals de ex-president laatst heeft aangegeven in zijn interview, toch? Toen men hem geïnterviewd heeft, ja. Toen men hem ook gebeld heeft via Radio Maart. Ik hoop dat de mensen daar in Nederland, en ook zij, want mensen mogen tegen hem zijn, maar dat ze wel luisteren naar de boodschap. Want ik heb meneer Santoki nooit horen praten over dat de VAP in hun 73-jarig bestaan fouten heeft gemaakt. Kijk wat er nu gebeurt. En bijna wil ik dat geen fouten meer noemen, maar er is openlijke, ja, desavouering van het volk. Toch? Het is openlijk dat men een loopje denkt te nemen met het volk. Meneer, kijkt u hoeveel schandalen zich hebben voorgedaan onder deze regering. Toch? Meneer, kijkt u hoeveel gelden achterover gedrukt worden. Meneer, er wordt gewoon een lijn, een pijplijn gecreëerd dat mensen nog meer vrijer kunnen stelen. Want je moet kijken. Er is zoveel gestolen bij de SLM. Er is zoveel verkeerd gegaan bij de SLM. Maar het OM zegt gewoon in een verklaring dat zij geen enkele reden zien om mensen als verdachten aan te merken. Al dat soort dingen. Meneer, maar andere mensen van de vorige regering zitten wel achter slot en grendel. Ja. Maar zijn dus commissies in het leven geroepen om dat op te lossen, die situaties?
Het zijn allemaal vriendjes en vriendinnetjes van de huidige president en de huidige regeercoalitie. Gelooft u me, niks in dit land gebeurt nu objectief. Want men had die zaken toch beloofd. Objectiviteit, eerlijkheid, oprechtheid. Men doet juist lijnrecht wat men had gezegd te doen. Echt juist het tegenovergestelde. Tot nu toe alles wat deze regering uitvoert, daarom zeg ik u, zo eerlijk ben ik wel. Doen zij iets goeds, dan ga ik het gewoon aangeven. Maar meneer, tot nu toe. En dan denk ik niet dat ik voor ze lieg. Want ik ben iemand, ik probeer altijd gewoon de dingen te zeggen zoals de dingen zijn. Denkt u dat iedereen binnen mijn partij, de NDP, het ook leuk vindt? Nee. Maar wij moeten daarnaar niet kijken. We moeten kijken naar het stukje eerlijkheid en oprechtheid dat wij het volk hebben beloofd. Want ik vind, en niet ik vind, zo is het. Het volk heeft, het Surinaams volk heeft recht op die eerlijkheid. Het volk heeft recht op die objectiviteit. Het volk, ja, en het verkiezing knap voor de deur, dat wil ook naar het volk. Want dat is het nu, men is nu klaar met het volk. Als deze regering, als, want voor mij liever gisteren dan vandaag dat ze echt wel oprotten. Maar als ze, om wat dan ook, aan blijven zitten tot 2025, dan gaat u zien. 5-6 maanden voor de verkiezingen, zoals altijd. Dan gaat men, zoals we gewoon zijn van deze oranje partij, dan gaat men met allerlei dingen komen. Meneer, maar 73 jaar heb je nooit gedacht aan de ontwikkeling van dit land. Want heeft de VAP de grote bouwwerken hier in dit land neergezet in hun 73 jaar? VAP met de gang. Ik hoop dat jullie mij een antwoord kunnen geven als kleine Suriname. Toch? Koppenamebrug, Weidenbosbrug, de verschillende bouwwerken. Toch? Ja, na ompotting. We moeten gaan denken aan richting opbouw van dit land. VAP, zijn jullie vergeten dat Ube Misre a eerste petit. Na Saramaka tapu en a smetu. Trouwens, menti goi niet. Ja, toch zo bekrompen dachten wij vroeger. Toch? Olinom Kong en zo. Want Nederland toen boerde men goed toch Shell, Curaçao en zo. Ja, toch? Het was niet nodig. Men vond het niet nodig. U weet nog, de kritieken toen staatsolie opgericht werd in de jaren 80. Maar kijk, vandaag het staat er. En vandaag claimt de VAP. Want u moet kijken toch. De NDP wordt niet eens gememoreerd wanneer er iets over staatsolie gesproken wordt. Dat is men zo laf en laag hier in dit land. Deze regering, deze coalitiepartners. Allemaal. De VAP, de ABOP, de NPS en de partijloeren zijn zo laf en laag om nooit gewoon eerlijk aan te geven van ja, het is toch wel een verworvenheid van de vorige president. Toch? Want hij heeft ten tijde van zijn militair zijn als bevelhebber, als de man die het voor het zeggen had in het land, toch wel moeite gemaakt om vooruit te denken. Meneer, want anders zou het er niet zijn. Het staatsziekenfonds, is het een verworvenheid van de VAP? Nee toch, daarom geef ik u aan. Wat hebben ze gedaan voor land en volk in 73 jaar? Toch? Ik ga u ook even één ding zeggen. Kijk hier waar we staan. Grote leider is waar. Van de VAP. Maar daar staat er ook een grote leider van de NPS. Toch? Waarom heeft mij meneer Aaron helemaal weggezet? Ja, dan ben ik geen NPS'er. Maar ik kom wel uit de NPS-familie. Snapt u? Helemaal ergens weggezet daar. Bakawan Grand Grand. Ik geef u alleen maar aan hoe men denkt in dit land. Maar Mahatma Gandhi. En dan mogen mensen boos worden. Kijk, niks te maken. Een Mahatma Gandhi die niks heeft betekend voor dit land en volk. Een Mahatma Gandhi die gewoon. Gisteravond nog zag ik iets op tv waar men die meneer ophemelde van. Hij streed. Hij was tegen racisme. Dat kent men de geschiedenis van die meneer niet. Die meneer had juist moeite met andere rassen. Mensen, we moeten ophouden met dit soort dingen. Daar had men liever een andere Surinamer daar gezet. Fijn, hoe staan ze? Kom af. Want men vindt, het is om te memoreren dat daar de eerste contractarbeiders aankwamen en zo. Nou, dan had je toch de naam. Of de namen, dan had je desnoods een beeld gemaakt van 3-4 Hindoestaanse broeders. Die hard hebben gewerkt tijdens de immigratie. Toch, dat was wat anders. Maar je gaat de Mahatma Gandhi daar zetten en die man wordt vereerd en allerlei dingen. Ik werk niet mee aan dat soort dingen, meneer. Want het is geschiedsvervalsing. Het is vervalsing van de geschiedenis. En daar is deze partij, de VAP, kampioen in. We moeten daarmee ophouden. Laten we de dingen gewoon eerlijk zeggen, meneer. Kijkt u. Een vraag die ik, Mc Donald, als ik de ruimte krijg. En gelooft u mij, ga die ruimte zoeken. Ja? Aan meneer Rutte. Van meneer Rutte. Kunt
u mij uitleggen waarom? Want u bent eerlijk en oprecht bezig, toch? U bent met een schoon hart, een eerlijk hart naar Suriname gekomen. Is wat u zegt. Waarom stopt u dan niet ermee om alles wat te maken heeft met de geschiedenis van Suriname, vooral met de decembermoorden en alles daarna? Wat er gebeurt is, u weet nog toch, dat dossier, dat compleet dossier, dat voor 60 jaar wordt weggezet. Dus het is toch wel weer een verkapte vorm van dictatuur, van kolonialisme, van het feit dat jij gewoon voor dit land en dit volk wil blijven bepalen. Wij bepalen toch niet voor Nederland? Waarom gaat Nederland niet voor Amerika bepalen van we zetten een bepaald dossier van jullie 60 jaar weg? En daarom stoort het mij wanneer ik zie dat een president hebt en een vicepresident die als rode loper op de grond gaat liggen voor meneer Rutte. Wat gelooft u me? Dat is wat men gaat doen. Snapt u? We hebben geen eigen identiteit. Het lijkt alsof de bigisma botakajelekuna jeje. Ja? En we zijn niet trots op het Surinaam zijn, op het Surinamer zijn, meneer. En dat hindert mij. Weet u, want dit land en dit volk verdient beter. Daarom zeg ik, alle leiders vanaf de onafhankelijkheid hebben steken laten vallen. Maar het is nog nooit zo erg geweest als nu. Dat staat als een paal boven water. En meneer Santokki luistert gewoon naar niks en niemand. En dat gaat zijn nek breken. Gelooft u me, dat gaat zijn val betekenen. Want u weet wat het altijd is. Hoogmoed komt voor de val. Oké, dat was uw laatste woord. Heeft u nog iets als laatste woord? Nou, mijn waarde Surinamers, ik vraag u. Mijn aksunu, mijn begunu. Unolas bribi in uw kondre. Unolas bribi in sranang dat ei komboen. En aan al de politieke leiders wil ik dit zeggen. Beginnen jullie nu reeds met die mindshift. En de jeugdige ugo tekleri na scoren. Zodat mij jullie geen knollen voor citroenen meer verkoopt. Dat is wat ik nog te zeggen heb. Oké, dank u wel. Dank u wel. Ook bedankt. Vergeet niet te klikken op abonneren en abonneren.